Tour de Rotterdam is ontstaan uit de proloog van de Tour de France in 2010 en in 2012 samengegaan met het Erasmus MC om geld in te zamelen voor het goede doel. Het is een geweldige dag voor een toertocht in Rotterdam en door de prachtig mooie streek hier ook. Er doen meer dan 1000 mensen mee op snelle racefietsen, maar ook op mooie gezinsfietsen. En daar zijn ook diverse tochten voor uitgezet. Je kan diep gaan voor je gevoel. Ja, het is gewoon leuk, je ziet heel veel van de omgeving. Bij laten we zeggen, de 70 kilometer gingen er een paar spieren wat lastig doen, maar zo te zeggen. Zo leuk om gewoon over de autoweg te kunnen fietsen en dat je door rood mag rijden en zo. Het mooie ervan is dat de opbrengst van de inschrijving in onderzoek bij het Erasmus MC gaat.